Goedenavond, dames en heren. Ja, dat mogen dan wel de hoofdpunten van dit journaal zijn, maar ik wed dat voor de meeste onder u eigenlijk maar één hoofdpunt is geweest vandaag, namelijk het heerlijke weer. Wat meer dan één op het idee heeft gebracht om deze dag, of zelfs dit hele weekend, aan zee door te brengen. De Rijkswacht stond paraat voor een overrompeling tijdens dit eerste zonnige weekend. Maar zover kwam het niet. Er waren nooit echt problemen op de autoweg richting kust. Toch kwamen in Blankenbergen duizenden toeristen toegestroomd voor een dagje zon, strand en zee. It's summertime, summertime, sum, summertime, 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 sum, summertime, 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 sum, summertime, 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 sum, summertime, summertime. Het leven door een zonnige bril zien, dat was de boodschap van de zonnekloppers. Languit genieten aan het water, terwijl de jongsten werken. Zij hebben zeker geen tijd te verliezen. Volgende week begint de lente, het begin van een nieuw topseizoen, hopen de kustgemeenten. De ene badplaats hoopt op veel volk, de andere ziet het meer exclusief. Volgens de politie van Knokke-Heist is in haar witte woonwijk geen plaats voor anderskleurige villa's. Ik heb nog geen bericht gehad om mijn huis in het wit te stellen. Ik zou natuurlijk protesteren. Ja, wij hebben dure façadestenen gekocht. Ik zou dat toch jammer vinden, want dat moet wit, nee. Ik zie het graag wit. Ik ook. Toe, hè? Als het allemaal zo'n beetje in die wijken zo'n beetje wit is, vind ik dat fleurig, hè, in de zomer. Ik vind dat toch. België krijgt van het Internationaal Muntfonds opnieuw goede punten voor zijn economisch beleid. Het resultaat van dat beleid wordt zelfs indrukwekkend genoemd. Ook de sanering van onze overheidsuitgaven valt in de smaak. Het sneeuwbaleffect van de rente op de overheidsschuld is gestopt, zo schrijft het IMF in zijn rapport. Dat wordt vanmorgen samengevat in het Nieuwsblad en de Standaard. Een team economen van het Internationaal Muntfonds lichtte gedurende een week de Belgische economie door. Hun verslag wijst lovend naar de sterke groei van onze economie, de lage inflatie en de groeiende export. Volgens het IMF heeft ons land de werkloosheid voor een groot deel opgelost en het begrotingstekort drastisch verminderd. Deze gunstige resultaten zijn het gevolg van het regeringsbeleid van de jongste 8 jaar. Maar er volgt meteen een waarschuwing. Het gevaar is reëel dat de inflatie weer oploopt, onder meer door te sterke loonstijgingen. Vandaar een reeks aanbevelingen. De begrotingsdiscipline moet worden voortgezet. Niet alleen door de centrale overheid, maar ook door de gewesten. De fiscale ontvangsten moeten toenemen en dit in verhouding met de groei van het bruto nationaal product. De overheidsinvesteringen kunnen naar omhoog, maar diezelfde overheid moet misbruiken in de werkloosheid bestrijden en de subsidies aan de bedrijven verminderen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is vanmorgen brandweercommandant Paul Vinke begraven. Die stierf een week geleden bij een verwoestende brand in een plaatselijk bedrijf. Het slachtoffer was 45. Meer dan 2000 mensen waren op deze stralende lentemorgen samengestroomd aan de brandweerkazerne van Buggenhout. Ruim 1000 brandweerlui uit Vlaanderen en Wallonië kwamen een laatste groet brengen aan het stoffelijk overschot van hun collega. Minister van Binnenlandse Zaken Tobak verleent de commandant Vinke postuum de eremedaille van moed en zelfopoffering. Een indrukwekkende optocht vergezelde de overledene naar de kerk. Kameraden van het brandweerkorps van Buggenhout in interventiekledij droegen de lijkkist. De kerk van Buggenhout zat afgeladen vol. Na de religieuze plechtigheid werd commandant Vinke naar zijn laatste rustplaats gebracht. Op weg naar het kerkhof aan de brandweerkazerne een ultiem eresaluut. Het is nu officieel. Brazilië levert Patrick Hamers en zijn gezellen uit aan België. De Braziliaanse regering heeft de nodige stukken getekend en binnen 2 maanden zullen Hamers, Zeijen en Tiak naar ons land worden gebracht. Hamers wordt gezocht voor de ontvoering van oud-premier Van den Boeijmans en voor diverse overvallen op geldtransporten. En dan nu ons dagelijks verrassend maar waar gebeurd verhaal over het Belgisch gerecht.
De Brusselse gerechtelijke politie heeft in het station van Laeken een aantal postzakken onderschept die eigendom zijn van Jean Bulteau. Dat is een gewezen gevangenisdirecteur die betrokken zou zijn bij diverse zware misdaadzaken. Hij zit nu in Zuid-Afrika. In die postzakken zaten hopen kopieën van gerechtelijke documenten. De gerechtelijke politie hoopt dat een aantal doodgelopen onderzoeken hiermee op een nieuw spoor kunnen worden gezet. Een jongeman uit Tervuren is aangehouden. Een dag of 10 geleden arriveerde in het douanestation van Laeken een merkwaardig vrachtje. 9 postzakken die november vorig jaar per schip vanuit Paraguay verstuurd waren. De postzakken waren tijdens de reis beschadigd en de spoorwegpolitie stelde vast dat er justitiedocumenten in zaten. De gerechtelijke politie werd erbij gehaald en die stelde vast dat de afzender niemand minder dan Jean Bulteau was, de gewezen adjunct gevangenisdirecteur met extreemrechtse bindingen, die vernoemd wordt in zware gerechtelijke dossiers zoals de moord op FN-directeur Juan Mendes en de aanslagen van de bende van Nijvel. Bulteau had de zakken kennelijk net voor zijn verhuis van Paraguay naar Zuid-Afrika op de post gedaan. In die zakken zitten naar verluid meer dan een kilo kopieën van gerechtelijke documenten die op uitgerekend de moord op Mendes en de bende betrekking hebben. Maar er zitten ook afschriften van correspondentie tussen magistraten en speurders bij. Hoe dan ook, het bewijs lijkt nu geleverd dat de onderzoeken naar de bewuste affaires lekten als een zeef. Merkwaardig is ook de figuur van de jonge man uit Tervuren die na de ontdekking van de postzakken is aangehouden. Op vele redacties die zich met onderzoek naar vooral de bende, de zaak Latinus en de roze balletten bezighielden, dook hij op en bood hij zijn medewerking aan. Een paar weken geleden ook bij ons. Hij gaf zich uit voor amateurjournalist en zei te werken voor een paar Franstalige privéradio's. In het weekblad De Post verscheen eind vorig jaar een artikel dat mee door hem was ondertekend en waarin een voormalig lid van het neonazistische Westland New Post onthult dat 2 overvallen van de bende van Nijvel binnen die organisatie zijn voorbereid. De burgemeesters van Vlaams-Brabant willen een eigen provincie, los van Waals-Brabant. Op een vergadering in Leuven hebben ze besloten daar samen voor te ijveren. Over 2 maanden willen ze al concrete plannen op tafel leggen. De provincie Brabant omvat nu de Vlaamse arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven, naast het hoofdstedelijk gewest Brussel en het arrondissement Nijvel dat deel uitmaakt van het Waalse gewest. Van de 65 gemeenten in Vlaams-Brabant waren in Leuven zo'n 40 burgemeesters of hun afgevaardigden aanwezig. Ze zijn gewonnen voor een autonome provincie, maar hoe of wanneer die er moet komen, moet nog uitgepraat worden. Maar ze vinden de provincie Brabant nu al onbestuurbaar. Het is dus zo dat de deputatie bestaat uit 6 gedeputeerden van 6 verschillende partijen, 3 Nederlandstalige partijen en 3 Franstalige partijen. Daarbij is de gouverneur ook een stemmend lid in de deputatie en heeft hij zich erkend tot de Franstalige taalrol, wat dus in feite betekent dat als alle gedeputeerden aanwezig zijn, dat men daar een Franstalig overwicht zou kunnen hebben. Franstalige provinciebestuurders hebben voogdijrecht over Vlaamse gemeenten. Daar willen de burgemeesters komaf mee maken. Maar wat heeft Vlaams-Brabant als eigen provincie te winnen? Ik ben ervan overtuigd dat er zoveel problemen zijn in Vlaams-Brabant die met een Vlaams-Brabantse provincieraad duidelijk aan bod kunnen komen. Een dynamisch beleid kan gevoerd worden met minder financiële belastingen, met minder financiële middelen, betere dienstverlening. Daar ben ik stellig van overtuigd, die compensatiepolitiek die momenteel bestaat, dat als er een noodzaak is in Vlaams-Brabant, dat en men van Brussel en men van Waals-Brabant zegt, wij moeten compensatie hebben, zelf als er behoeften zijn of geen behoeften zijn. De natuurverenigingen luiden de alarmklok. Overal in Vlaanderen zijn gemeentebesturen bezig met plannen voor nieuwe industrieterreinen, KMO-zones en recreatiegebieden, zeggen ze. En daardoor dreigen honderden hectare landbouwgrond, natuurgebied en open ruimtes te verdwijnen. Terwijl Vlaanderen daar toch al zo weinig van over heeft. De natuurverenigingen vinden dat de Vlaamse overheid de ruimtelijke ordening niet langer aan de gemeentebesturen mag overlaten. Meer dan 10 jaar geleden werd de bestemming van elke vierkante meter Vlaams grondgebied vastgelegd in gewestplannen. Open ruimtes, natuur en landbouw moesten beschermd worden tegen ongebreidelde bouwwoede, maar die staan nu meer dan ooit onder druk. De ruimte wordt verkocht zoals een stuk zeep. De ruimte is juist de consumptiegoed.
Er wordt niet meer van standpunt uit vertrokken dan bepaalde ruimten dermate belangrijkheid hebben dat ze in feite uit de vrije markteconomie moeten genomen worden. Dat ze niet te prijzen zijn, dat ze niet te verkopen zijn aan de meest biedende. Bijna overal in Vlaanderen zijn de gemeentebesturen druk bezig met nieuwe ruimteverslindende projecten. Aan de kust alleen al zijn er zeker 50 in voorbereiding. Voor de kust betekent dat concreet dat men eigenlijk alle planologische beschermingsmaatregelen die bestonden, dat dat allemaal op de helling gezet wordt. Momenteel blijft minder dan de helft over van ons oorspronkelijk duinenareaal. En daar gaat dus nog eens zeker de helft van verloren gaan als men al die plannen uitvoert. Minstens evenveel beschermde landbouwgebieden, die gaan dus ook op de schop. In de voorbije 2 jaar zijn al gewestplannen gewijzigd. Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening Walt Niel en ook zijn voorganger Bijze hebben een aantal gemeentelijke bijzondere plannen van aanleg goedgekeurd die afwijken van de gewestplannen. Enkele voorbeelden. Hier in Geluveld bij de A19 komt een KMO-zone in een verder nog open landelijk gebied. Een landbouwzone vlakbij een natuurgebied is op het gewestplan ambachtelijke zone geworden. In Bellewaerde bij Yper zijn de bulldozers druk aan het werk om het pretpark uit te breiden. De Bellewaerde vijver op het gewestplan natuurgebied en een stuk landbouwgrond werden zones voor actieve recreatie. Dit bedrijf in Wielsbeke werd enkele jaren geleden gebouwd in een landbouwzone. De overtreding is nu geregulariseerd. 40 hectare landbouwgrond veranderde ondanks het gewestplan in industriegebied. Enkele weken geleden werd minister Walt Niel teruggefloten door de Vlaamse regering. Dit gaat te ver, vonden enkele van zijn collega's. BPA's die afwijken van het gewestplan moeten voortaan goedgekeurd worden door de hele regering. Elke minister krijgt 14 dagen tijd om elk dossier in te zien en bezwaar aan te tekenen. Natuurverenigingen betwijfelen of dit de oplossing is. Het is dan nog zeer de vraag. In die enorme toevloed van BPA's en richtnota's die wij nu gaan krijgen vanuit al die gemeentes, in hoeverre dat die ministeries gaan, dat het zal mogelijk zijn om al die verschillende dossiers grondig te bekijken. Dat is onze grote schrik. Vlaanderen dreigt dicht te slibben. Men hoeft maar naar de Belgische kust te kijken om het resultaat te zien. Ik hoop dus dat het natuurlijk niet zo wordt. Maar wij worden één grote stuk wanordelijke stad als het zo blijft voortgaan. Ja. De Sovjet-economie draait vierkant, dames en heren, dat is bekend. En dat is nu zelfs ook bij ons te merken. Het Russisch huis in Brussel gaat dicht. In ons land was dat het adres voor producten uit de Sovjet-Unie. Op het Madouplein te Brussel, het Russisch huis. Een uitstalraam waar meer dan 20 jaar lang te zien was welke mooie dingen uit de Sovjet-Unie er allemaal te koop waren. In Brussel een begrip en nu uitverkoop en op het einde van de maand dicht. Ik weet niet wat de reden is. Het is een aardige op het moment, economische hervormingen in de Sovjet-Unie, in producten, en hier gaat die winkel dicht. Ja, ik begrijp het. Het schijnt ook een duidelijk. Nee, wij zouden het ook niet weten. De Russisch-Belgische vereniging die het huis beheert zegt gewoon, einde van het huurcontract, we moesten eruit. En ook geen commentaar van de matrioska's. U kent ze, de veelkleurige poppetjes die allemaal in elkaar passen. In de winkel was veel meer te koop dan dat. De fotoapparatuur is nu uitverkocht, maar er hangt nog wel wat bont zoals er veel over de toonbank is gegaan. Voor kennis van vodka en caviar is de sluiting een klein drama. Nergens zo'n keus, maar problemen met de leveringen wel. Misschien heeft de Sovjet-Unie aan dit soort uitstalramen geen behoefte meer, of misschien de zwakheden van de Sovjet-economie bij ons. Het is een beetje rijk, we hebben ja naar de toe, ja naar de petroleum, ja naar de furuur, ja naar de charbon, ja naar de lore, de pierre précieux, maar je moet het een beetje sneller. De Oost-Duitsers kiezen morgen een nieuw parlement en het is al van 1933 geleden dat ze dat op een echt democratische manier kunnen doen. Tientallen jaren lang is er het keurslijf van de Communistische Eenheidspartij geweest. En daarvoor had dat stuk van Duitsland, zoals de rest trouwens, zijn deel gekregen van de nazi-dictatuur. De Oost-Duitsers beleven dus een historisch weekend en Geert van Istendaal is erbij voor het tv-journaal van de BRT. Gisteravond om 9 uur is hier in de DDR de verkiezingscampagne definitief beëindigd. En vanmorgen hier in Oost-Berlijn op de Marx-Engelsplatz
staan de media van over de hele wereld massaal klaar bij het parlementsgebouw waarom het in deze eerste vrije verkiezingen in de DDR tenslotte te doen is. Morgen barsten de media los in Oost-Berlijn. Meer dan 50 stations van over de hele wereld, een goede 20 uit Europa, staan hier opgesteld met schotelantennes, zendwagens voor tientallen miljoenen materiaal. Toen de muur in november 1989 openging, werden televisieredacties over de hele wereld zo goed als gek. Nu is het geheel degelijk georganiseerd. Binnen staan de grote West-Duitse stations concurrerend naast elkaar. Je vraagt je soms af of die verkiezingen nu in Oost- of in West-Duitsland worden gehouden. Dat is trouwens de officiële reden waarom de communisten morgen niet deelnemen aan de verkiezingsshow. In de verkiezingsstrijd hebben de protestbewegingen die in de DDR de Wende, dat is de grote ommekeer, tot stand hebben gebracht, geen rol meer gespeeld. Bündnis 90, Verbond 90, daarin zijn ze verenigd en dat heeft maar een heel klein stemmetje in de strijd. Het was bijna een West-Duitse kiescampagne. Het West-Duitse ministerie voor Inter-Duitse Betrekkingen heeft 150 miljoen frank steun gegeven, daarvan 90 miljoen frank aan de Christendemocraten alleen al. De Christendemocraten kregen ook hulp van de uitgeverij Bertelsmann. Gregor Gysi, de nieuwe voorzitter van de oude communisten, had natuurlijk geen geld uit het Westen, maar wel het kolossale apparaat van de communistische partij in zijn land. Morgen weten we of het hem geholpen heeft. Communisten of niet, er verandert hier echt wat. Dit bijvoorbeeld. Trabantjes zijn voortaan onbeperkt en onmiddellijk uit voorraad leverbaar. Vroeger moest een DDR-burger 10 tot zelfs 15 jaar op zijn trabi wachten. Op de eerste vrije en geheime verkiezingen morgen hebben de DDR-burgers meer dan 40 jaar gewacht. En aan de vooravond van de Oost-Duitse verkiezingen hebben de 7 lidstaten van het Warschau-pact, de Oost-Europese tegenhanger van de NAVO, zich beraden over de vereniging van Duitsland. En de betrokken ministers van Buitenlandse Zaken zijn het er niet over eens geraakt. Dat zo'n eengemaakt Duitsland namelijk misschien lid zou zijn van de NAVO, is voor sommige leden van het Warschau-pact onaanvaardbaar. Gastheer in de imposante spiegelzaal van het presidentiële paleis was de Tsjechoslovaakse president Havel. Hij staat erom bekend dat hij erg graag beide militaire machtsblokken zou zien verdwijnen. Maar volgens de slotverklaring zijn alle ministers van Buitenlandse Zaken er toch van overtuigd dat de twee allianties nog een bepaalde tijd moeten blijven bestaan. Ze moeten wel een meer politieke rol gaan spelen, veeleer dan een militaire. Minder eensgezindheid was er over de vraag of een eengemaakt Duitsland lid kan zijn van de NAVO. Volgens sommige Warschau-pactlanden mag dat niet. Volgens anderen kan het een gunstige zaak zijn. Litouwen komt niet terug op zijn onafhankelijkheidsverklaring van vorige week. Dat heeft president Landsbergis vandaag nog eens herhaald. Gisteren had Sovjet-president Gorbachev de Litouwers nog tot maandag de tijd gegeven om hun eenzijdige stap te herroepen. Landsbergis beschouwt dat als een verzoek, niet als een ultimatum. Gorbachev heeft er inderdaad niet bij gezegd wat hij zal doen als Litouwen weigert. Maar in Litouwen maken de mensen zich blijkbaar toch zorgen. Voor het parlementsgebouw in Vilnius stonden vanmiddag zo'n 30.000 betogers. Ze willen absoluut niet dat het onafhankelijkheidsproces teruggeschroefd wordt. De betogers werden tot kalmte aangemaand door president Landsbergis. Hij vroeg hen ook om morgen geen ruzie te zoeken met de pro-Russische minderheid. Die wil morgen 100.000 mensen op de been brengen om te protesteren tegen de afscheuring. Sovjet-legerhelikopters strooiden zelfs pamfletten uit met een oproep voor die tegenbetoging. Aan het parlement vertelde Landsbergis ook dat het Sovjetleger heel wat troepen aan het verschuiven is in het oosten van Litouwen. Maar het kan ook om doodgewone manoeuvres gaan. Het parlement blijft intussen maatregelen nemen om de onafhankelijkheid ook echt in de praktijk te brengen. Vandaag koos het een nieuwe regering. En het Litouwse voorbeeld werkt blijkbaar aanstekelijk op de buurrepublieken Estland en Letland. In de Letse hoofdstad Riga hebben vanmiddag alvast duizenden mensen betoogd voor onafhankelijkheid. Morgen zijn er in beide staten trouwens parlementsverkiezingen en de kans is groot dat die in beide deelrepublieken een meerderheid opleveren voor de volksfronten. Die willen precies een terugkeer naar de onafhankelijkheid van voor 1940. Toen werden de drie Baltische republieken ingelijfd bij de Sovjet-Unie. Dat was nog even te vroeg, dames en heren. Een belangrijke dag voor het wielrennen, dat wou ik nog even zeggen. In Italië is namelijk Milaan-San Remo gereden, de grote lenteklassieker. De eerste wedstrijd ook, die telt voor de wereldbeker. En dus een voldoende reden om onze collega van de sportredactie, Wouter van den Houten, in de studio te halen.
Ja, nu op tijd. Er waren nogal wat Belgische favorieten, Bavo. Ik denk aan Van der Aarde, Plankaart en De Wilde, maar zij kwamen er niet aan te pas. We kregen een verrassende winnaar, de 26-jarige Italiaan Gianni Bugno. Bugno was de beste hardrijder in de 81ste Milaan Sanremo, die in een waanzinnig tempo gereden werd. Dit is de Italiaan Angelo Canzonieri in het wiel van zijn landgenoot Gianni Bugno aan de voet van de Cipressa. Milan Sanremo werd tegen bijna 46 km per uur gereden, bijzonder snel dus, en het peloton viel al vroeg in twee stukken. Bij de achterliggende groep onder meer de winnaar van 88, Laurent Fignon, en ook Kelly, Criquillon, Van der Aarde, De Wilde en Le Monde. Zij stapten na 185 km uit de koers. En hier laat Gianni Bugno zijn medevluchter ter plaatse. Gianni Bugno, 26, een klasbak, en toch had niemand hem tot een nogthans uitgebreide groep kanshebbers gerekend. Bugno begint de beklimming van de Poggio, de laatste helling, met een kleine voorsprong op 6 achtervolgers. Hier zijn de 6 met op kop Maurizio Fondriest, die net vergeefs gedemarreerd heeft. Achter Fondriest Gilles Dullion, dan de Italiaanse kampioen Moreno Argentin, Colotti, Rolf Kuls en Jesper Skibu. Gianni Bugno kijkt om in de laatste kilometer van de Poggio. 1 renner is op komst. De sterke Duitse Rolf Kuls uit de ploeg van Jan Raas. Kuls is tot op 7 seconden van Bugno genaderd. De anderen zijn verslagen. Gianni Bugno en Rolf Kuls storten zich naar beneden. De kloof blijft een goede 100 meter. Bugno houdt stand. Hier is hij na 294 kilometer tot grote pret van de Italiaanse tifosi, want ze wachten al sinds Francesco Moser in 84 op een nieuwe Italiaanse winnaar van hun Primavera. Fondriest, Baffi en Argentin waren getipt, maar het wordt Gianni Bugno. Rolf Kuls is tweede. De Fransman Gilles de Lyon heeft nog gedemarreerd, hij wordt derde. En dan een prestigespurtje voor de vierde plaats. Argentin rechts wint het voor Fondriest. Colotti is zesde, Jesper Skibu zevende. We overlopen nog eens rustig de uitslag. Eerste Gianni Bugno, tweede Gulls, derde De Lyon, vierde op 31 seconden Argentin voor Fondriest, Colotti en Skibu. Achtste Baffi op 1 minuut en 2 seconden, negende Museeuw en tiende Dazzani. Johan Museeuw is de enige Belg bij de eerste 20. Het is nu al 9 jaar geleden dat een Belg Milan Sanremo won, Fons de Wolf in 1981. Voetbal dan. Op dit ogenblik wordt een interessant gedeelte van de 26e speeldag afgewerkt met onder meer Anderlecht, Standaard, Club Luik, Club Brugge en Racing Mechelen, KV Mechelen. Beelden van die wedstrijden in Sport op zaterdag. In de Duitse competitie speelden de tegenstanders van Antwerp en Club Luik tegen elkaar. Werder Bremen won van Keulen met liefst 4-0. Er zijn ze van die dagen dat er tegen Werder Bremen niets te beginnen valt. Dat wisten ze bij Napels en Luik al en nu ging Keulen voor de bijl. Karl-Heinz Riedle opent de score voor Bremen. Doelman Ilgner gaat niet helemaal vrij uit. Er vallen nog 2 doelpunten in de eerste helft. Neubart drijft de bal naar het centrum, paas naar achter en Mirko Votava knalt de bal in de rechterbovenhoek. Een schitterend doelpunt. Op voorzet van Winton Roofer verhoogt Neubart al duikelend de score tot 3-0. De 4-0 eindstand wordt vastgelegd in de tweede helft. Riedle springt een meter hoog en knikt schitterend binnen. Leider Bayern München won vanmiddag de topwedstrijd tegen Frankfurt met 1-0. In de Whitbread zeilrace rond de wereld zijn 21 boten aan de op één na laatste etappe begonnen. De tocht van Punta del Este in Uruguay naar Fort Lauderdale in Florida is bijna 6000 zeemijl lang. En na de ijsbergen en de walvissen moeten de zeilers nu ook met piraten rekening houden. Om de boten tegen mogelijke piraterij te beschermen, werd het zeiltraject streng afgebakend. De 21 schepen moeten in een corridor varen, een zone waar de Noord-Amerikaanse zeepolitie een oogje in het zeil kan houden. De Belgische Rukanor Sport, die na al te pech in de vorige etappe niet meer in aanmerking komt voor de eindklassering, hoopt deze etappe te winnen in de D-klasse. Bij de Maxis is de vraag wie de Nieuw-Zeelandse steinlager van skipper Pieter Bleek van een vijfde opeenvolgende etappezege kan houden. En nu nog eens vragen aan onze weerman George Kuster of morgen de zon opnieuw van de partij is. Het mooie weer is gegarandeerd. Het wordt bijna eentonig, maar het blijft heerlijk. Die open hemel over West-Europa en over een groot deel van Europa. En dat bracht ons, bij ons in België vandaag, een 17e maart, de warmste sinds mensengeheugenis. Italië,
en Spanje, daar was een beetje bewolking, daar viel zelfs een beetje regen uit. En op de kaart kunnen we zien hoe dat in die landen de temperaturen lager lagen dan bij ons. Motor van dit alles is het gebied van hoge druk over Europa en dat zorgt voor een zalige zuidelijke aanvoer van warme en droge lucht. Klein probleempje, hier ligt een front, dat zal dinsdag tot bij ons doorkomen. Dat bezorgt ons wat bewolking en wat regen, maar de vooruitzichten nadien zijn opnieuw optimistisch. Vannacht houdt de warme lucht de afkoeling door de open hemel onder controle. Zo hebben wij overal temperaturen boven het vriespunt. Alleen in de Ardennen en aan onze Belgische kust wordt er mist en zijn er mistbanken. Morgen opnieuw zomer in een onwezenlijke winter met temperaturen tot 22 graden. Een stralend blauwe hemel en genieten ervan. Morgenavond kunnen we met z'n allen helpen om de verkeersdrukte zo goed mogelijk op te vangen. Na een dag relaxen moet het toch echt mogelijk zijn om rustig te rijden, afstand te houden. Buiten de autowegen zijn er alternatieve wegen, want die autowegen zullen overdrukt zijn. Zit u op de westkust, dan kan u via Veurne, Ieper, zo de E17 in Kortrijk bereiken. Moet u vanuit Oostende komen, Lichtervelde, Tielt, zo naar Deinze is een ander alternatief. En hebt u niet noodzakelijk iets te doen in Gent, wel ga dan via Waregem, Oudenaarde naar Aalst of naar Ninove en zo verder naar Brussel. Afspraak morgenavond om het mooie weer van maandag nog even te bevestigen. Bedankt, George Kuster. Morgen zondag, dus is er morgenochtend de zevende dag. In de zevende dag gaat confrontatie over de vraag of de zuilen in Vlaanderen kunnen worden gesloopt. Daarover debatteren Patrick De Waal, Willy Klaas en Herman van Rompuy. In de 7 op 7 hebben we het over de stempelcontrole die geleidelijk wordt afgeschaft. De onafhankelijkheidsverklaring van Litouwen, popmuziek uit de gouden jaren, verkiezingen in de DDR en 20 jaar ballet van Vlaanderen. Dat allemaal naast de Week in Beeld en het sportoverzicht, morgen om 11 uur in de zevende dag. België krijgt goede punten van het IMF voor zijn economisch beleid. De DDR maakt zich op voor de eerste vrije verkiezingen in meer dan 50 jaar. En de Italiaan Bugno wint Milaan-San Remo. Dat waren de blikvangers, dames en heren. Nog een mooie avond. Mira Wakker, Anderlecht, woensdag 21 maart vanaf 7:30 in Sportavond. Als u donderdag de uitzending van Panorama heeft gemist, dan krijgt u vandaag nog een kans op TV2. Er zijn twee reportages. De eerste vertelt over drie Oost-Duitsers die in hun land willen blijven. De tweede reportage werpt een blik op de Maleizen bij de belastingcontroleurs. Goedenavond, dames en heren. Over een klein half uurtje begint onze weekendfilm. En die vertelt het waargebeurde verhaal van een Amerikaanse atlete op het hoogtepunt van haar carrière, maar ze wordt ontvoerd en ze raakt daarbij gewond. Minder gevaarlijk, maar wel heel passievol gaat het eraan toe in de derde aflevering van Vrouwenharten, Mannendromen. Anton werkt hard aan zijn passiespel waarin Julien de rol speelt van Maria Magdalena. En terwijl oefent Bert voor de rol van Jezus in de Johannespassie. En die beroemde passieverhalen zorgen voor de kleine passies van elke dag. Vrouwenharten in de knoop, mannen dromen, ijdele hoop. Uit elkander voortgekomen, liggen steeds weer overhoop. Zing het liedje van verlangen.
Julien, waar is mijn brooddoos? Waar is het? Mijn brooddoos, zeg, je kunt al aankomen, hè, Julien? Wat weet ik nu van een brooddoos? Oh. Straks om 10 uur wacht er Jan Bardi weer een nieuwe uitdaging. Een groene uitdaging deze keer, want hij wil bewijzen dat hij met planten kan communiceren. En ook in onze weekendfilm blijven we in het groen, maar dan wel in de ongerepte natuur van de Rocky Mountains. De film vertelt het waar gebeurde verhaal van Carrie Swenson. Ze is een Amerikaanse atlete die een speciale sport beoefent, skibiathlon, een populaire wintersport in Amerika. Alles wijst erop dat Carrie een grote carrière zal maken, maar dan werpt een ontvoering roet in het eten.